Deze webles gaat over lading en stroom en uh, is eigenlijk een soort uh, introductie op uh, elektriciteitsleer. De weblessen die nog gaan volgen. En ik ga deze webles beginnen met een soort practicum. Het is een, uh, een applet van FET University. En de applet uh, die uh, bestaat uit een trui en een ballon. En je kunt het volgende doen met de ballon. Je kunt met de ballon langs de trui vegen. Nou, Dat kun je ook in het echt doen. En als je, het, als je dat in het echt doet, zie je ook hetzelfde effect. Als ik de ballon dan weer terughang op waar die hing en ik laat hem los, dan wordt de ballon aangetrokken door de trui. Hoe kan dat nu? Nou, om dat uit te kunnen leggen heb je wat kennis nodig van um, lading en stroom. En daar gaan we nu uh, naar kijken. Wat blijkt namelijk het geval te zijn? Um, alle materie bestaat. Daar bevat elektrische lading en lading heeft als, uh, de, de grootheid lading heeft als afkorting hoofdletter Q. En uh, alle materie bestaan uit en protonen en elektronen. Nu zijn protonen positief geladen en elektronen altijd negatief geladen. Dus uh, alle al voorwerpen om je heen bevatten heel veel lading. Als je precies evenveel protonen als elektronen hebt dan heffen ze elkaar eigenlijk op. Alle plusjes heffen de minnetjes op. En je hebt een netto-lading van 0. Zo'n voorwerp noem je dan neutraal. Maar als je dus geen netto-lading 0 hebt, dan krijg je iets wat dan, uh, wat dan genoemd wordt statische elektriciteit. Nou, laten we even teruggaan naar ons uh, appletje. Ik zet de ballon even weer terug, alsof er niks aan de hand is. En ik ga nu laten zien de ladingen... Die uh, in de ballon aanwezig zijn en ook in de trui aanwezig zijn. Want allebei bestaan ze natuurlijk uit materie. En materie uit, bestaat uit uh, protonen en uh, elektronen. Dus overal zit lading in. Wat blijkt nou het geval te zijn? Wat gaat er nu gebeuren als je met de ballon langs de trui wrijft? Dan wrijf je eigenlijk, zoals je ook in de applet kunt zien, negatieve lading van de trui naar de ballon de elektronen zitten vaak het minst vast en die kun je ook uh, het makkelijkst uh, transporteren en door het wrijven krijg je dus dat de ballon een overschot elektronen heeft en de trui een tekort aan elektronen op het moment dat je dan de ballon loslaat dan zie je het volgende gebeuren uh, de elektronen die worden aangetrokken door de protonen de ballon is negatief geladen de trui is vooral aan de rechterkant positief geladen en min en plus trekken elkaar aan en je krijgt dus dat er een elektrische kracht gaat ontstaan waardoor de ballon naar de trui wordt getrokken en ook de trui naar de ballon wordt getrokken. En eh, dit effect noemen we statische elektriciteit. Um, als je een grootheid hebt die lading heet dan hoort daar ook een eenheid bij en de eenheid van lading is coulomb. Omdat protonen en elektronen de kleinste deeltjes zijn in de natuur die een lading hebben hebben ze ook uh, altijd een vaste hoeveelheid lading. En die kun je dus uitdrukken in coulomb. En het getalletje, dat ga je veel nodig hebben, die staat in BINAS tabel 7. En dat heet het elementair ladingskwant. En dat is dus de lading van één proton of de lading van één neutron. En die is 1,602. Want 10 wacht min 19 coulomb. Dan kun je ook uitrekenen hoeveel protonen of neutronen, uh, elektronen je nodig hebt om in totaal... 1 coulomb te krijgen. En dat zijn er enorm veel. Je hebt enorm veel deeltjes nodig om 1 coulomb aan lading te verkrijgen. En uh, bij een elektron is het trouwens min 1,602, want die nog min 19 coulomb. En wat je net al gezien had in de applet, als je uh, een plus en een min lading hebt, dan trekken die elkaar altijd aan. Plus en plus stoten af. En min en min stoten ook af. Oké. Okay. Maar wat is dan elektrische stroom? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Op het moment dat lading gaat bewegen, noem je het stroom. En het zijn vaak uh, de elektronen die bewegen en de protonen die vastzitten. Maar het kan ook andersom, bijvoorbeeld in een, uh, in een, uh, een bad met opgeloste zouten. Dan kunnen ook de plusdeeltjes bewegen. Maar uh, er is een definitie gemaakt. Er, was, er is gezegd: stroom loopt altijd van plus naar min. Stroom loopt altijd van plus naar min, maar let op: eigenlijk zijn het meestal de elektronen die bewegen. En de elektronen hebben natuurlijk een negatieve lading. Die worden bij min afgestoten en bij plus aangetrokken. Dus eigenlijk zijn het de elektronen die van min naar plus bewegen. Zoals je ook in het plaatje rechts kunt zien. Dus de elektronen bewegen precies de andere kant op als dat we zeggen dat de stroom loopt. Dat is verwarrend. Dat is ook, het komt ook voort uit een, een vergissing een paar honderd jaar geleden. Maar uh, het is wel iets waar je rekening mee moet houden. Um, ja, als je stroom wil laten lopen, dan moeten die elektronen kunnen bewegen. En dan krijg je te maken met twee termen. Een stof kan een geleider zijn of een isolator. En in een geleider kunnen de elektronen makkelijk bewegen. En in een isolator kunnen de elektronen veel moeilijker bewegen. Dus een stroom kan makkelijk lopen in een geleider en moeilijk in een isolator. Nou, als je kijkt naar het plaatje rechtsonder, dan zie je een, eigenlijk een weergave van een metaal. En wat is nou de eigenschap van een metaal? In een metaal kunnen die elektronen, de vrije elektronen die in het, kristal, het metaalrooster hebben zitten, die kunnen heel eenvoudig bewegen. En je kunt dus redelijk makkelijk een stroom laten lopen door een metaal. Daarom ook dat uh, heel veel van de snoertjes die je gebruikt bestaat uit een koper- of een aluminiumkern. Dat zijn metalen en stroom loopt makkelijk door zo'n metaal heen. Hoe bereken je nu hoe groot de stroom is? Nou, daar is een formule voor. De grootte van de stroom is de grootte van de lading die is verplaatst gedeeld door de tijd waarin dat gebeurt. Dat is eigenlijk een hele makkelijke formule. En de eenheid van um, deze um, stroom, stroomafkorting hoofdletter I trouwens, de grootheid, maar de eenheid van stroom is dus de eenheid van lading, coulomb, delen door de eenheid van tijd, seconde. Dus coulomb per seconde. Maar die hebben ze een nieuwe naam gegeven. 1 coulomb per seconde, dat is hetzelfde als 1 ampère. Volgende begrip die van belang is, is de spanning. En de spanning is ook een grootheid en de spanning heeft ook een afkorting, hoofdletter U. En een spanning. Om een spanning te kunnen onderhouden, heb je een spanningsbron nodig. En zo'n spanningsbron die zal energie moeten kunnen leveren, elektrische energie moeten kunnen leveren, waarmee hij elektronen kan laten stromen. En zoals je ook hier in het plaatje ziet, die elektronen stromen dus weer van min naar plus. En wat we hier gebruiken als spanningsbron is een batterij, een anderhalve volt batterij. Dus die bron die moet continu energie leveren om die stroom te laten lopen. Dus op een gegeven moment is een spanningsbron er ook op. Wat is nu de definitie van spanning? Die is iets ingewikkelder dan die van stroom. De definitie van spanning ziet er als volgt uit. Die spanningsbron die levert een bepaalde hoeveelheid energie af. Daarvoor uh, uh, heeft hij een bepaalde hoeveelheid lading nodig die hij laat stromen. En de spanning U is gedefinieerd als de hoeveelheid joule dat zo'n spanningsbron per coulomb aan lading kan meegeven. Dus de eenheid is joule per coulomb. Ook die heeft de andere naam gekregen. Dat is volt gaan heten. Hoe kun je nu spanning en stroom meten? Nou, om dat duidelijker te maken eh, heb ik eh, het plaatje eh, rechtsboven ook eh, gepakt. Want je kunt eigenlijk, als je het hebt over spanning en stroom. Kun je zeggen dat het heel erg lijkt op uh, het stromen van water. Met een pomp kun je water omhoog pompen. En uh, dat water wat dan omhoog uit de pijp komt, die kan dan naar beneden lopen. Bijvoorbeeld via dat gat in die wand. En die kan dan zelfs nog iets kan la laten draaien. Uiteindelijk komt het water weer beneden terecht en pompt de pomp het water weer omhoog. Dus de pomp is hier uh, de spanningsbron. De. Het water is eigenlijk uh, de lading die beweegt. En uh, de spanning uh, die hangt af, die, die, of die komt overeen met het, hoogte, het waterverschil. Het hoogteverschil van het water, zo moet ik het eigenlijk netjes zeggen. Hoe hoger het waterverschil is, hoe meer spanning. Zo zou je het kunnen zien. Nou, dit is maar een analogie, zoals het dan heet, om jezelf om even duidelijk te maken. Maar als je te maken hebt met een uh, stroom, elektrische stroom door een systeem, dan kun je dit plaatje ook erbij bedenken uh, om de volgende twee vragen te beantwoorden. Want de twee vragen die we gaan beantwoorden is: hoe meet je een stroom? Waar moet je dan een stroommeter zetten? En hoe meet je een spanning? Nou, een stroommeter meet hoeveel water er voorbij komt. Of als je echt te maken hebt met elektrische stroom, hoeveel ladingsdeeltjes er per seconde voorbij komen. En om dat te kunnen doen, moet je dus die stroommeter ergens in het circuit uh, erin zetten. Zoals je aan de, uh, hier onderin, uh, rechtsonder bij uh, plaatje A kunt zien. De stroommeter, de ampermeter die je dus herkent aan de hoofdletter A, met een rondje eromheen. Die moet in de schakeling staan. Want alle deeltjes die uh, daar doorheen stromen, die moeten ook door A lopen. Door de spanningsmeter, uh, stroommeter. Een spanningsmeter die meet altijd een verschil, eigenlijk een hoogteverschil dus, maar dan een hoogteverschil in energie tussen twee punten. Dus een spanningsverschil. Daarvoor heb je dan een spanningsmeter, een voltmeter nodig. Een voltmeter zal altijd twee draadjes hebben. Het ene draadje verbind je uh, ergens, het andere draadje ook, en dan geeft de voltmeter aan het spanningsverschil tussen die twee punten. En dat houdt ook eigenlijk uh, in dat de spanningsmeter altijd Parallel staat aan de schakeling. Kijk dan maar eens goed naar het verschil. Plaatje A, de stroommeter staat in de schakeling, en plaatje B, de spanningsmeter staat parallel aan de schakeling. Om ervoor te zorgen dat je je metingen niet, of je, je opstelling niet, gaat beïnvloeden door je metingen, zorgt men ervoor dat een stroommeter, een ampermeter, altijd heel makkelijk stroom doorlaat. Die zie. Je Merk je eigenlijk niet dat je hem ertussen zet? De stroom gaat er heel makkelijk doorheen. En wanneer je een, een spanningsmeter gebruikt, een voltmeter, die zal ervoor zorgen dat er maar een heel klein stroompje door de voltmeter heen gaat, zodat je eigenlijk de stroom door het blokje, de weerstand, niet aan het beïnvloeden bent. En, uh, later uh, in dit hoofdstuk zul je dat ook uh, anders gaan benoemen. Dan zul je zeggen: een stroommeter heeft een hele lage weerstand. En de spanningsmeter heeft een hele hoge weerstand. Even kort samenvatting: wat hebben we gezien in deze webles? Uh, we hebben gezien dat uh, er twee soorten deeltjes zijn die een elektrische lading hebben: dat zijn elektronen en protonen. Dat als je een verschil, een ladingsoverschot eigenlijk hebt, dat je dan iets krijgt wat je noemt statische elektriciteit. Denk aan de ballon en de trui. Uh, dat je een bewegende lading stroom noemt. Stroom dan als hoofdletter i: dat je een spanningsbron nodig hebt om die stroom te laten lopen. En die spanningsbron geeft elektrische energie mee aan elk ladingsdeeltje. En daardoor krijg je dan een spanning. En dat wanneer je de stroom en de spanning wil meten, dat je de stroommeter in serie moet schakelen en de spanningsmeter parallel.